Jouw profiel is jouw kans om een goede eerste indruk te maken. En hoewel we heel graag verder willen kijken dan die eerste indruk, en we absoluut weten dat iemand veel meer is dan alleen maar die eerste indruk, is het toch wel heel belangrijk. Want het is toch het moment waarop men eigenlijk de inschatting maakt, de beoordeling maakt, of ze verder willen gaan kijken, of ze jou beter willen kennen. De survey bij dit deel is. Ik ben tevreden met hoe mijn profiel eruit ziet. En het is een oprechte weerspiegeling van wie ik ben. Want weet jij precies wat jij neer moet zetten? Hoe presenteer je jezelf? Wat maakt jou nou interessant en wat voor foto's zet je erbij online? In de afgelopen weken heb ik heel veel de vraag gehad, heel concreet. Wat moet ik doen? Wat moet ik neerzetten op mijn profiel? En het hele vervelende is, ik kan daar geen concreet antwoord op geven op het moment dat ik jou niet goed genoeg daarvoor ken. Maar ik heb bij deze wel een aantal dingen waarvan ik denk dat als je daarin investeert, als je daarover nadenkt, dat dat een positieve bijdrage gaat, gaat leveren aan, uh, aan je profiel. En om te beginnen wil ik je wat termen... Voorleggen en uitleggen waarom het zo verschrikkelijk belangrijk is om je daar bewust van te zijn. En dat zijn een gevoel van eigenwaarde, je zelfbeeld en je zelfvertrouwen. Want wie jij bent en hoe jij over jezelf denkt, wat jij zelf denkt dat je waard bent en de mate um, waarin je daarin in jouw kracht staat. Dat wordt eigenlijk door deze termen beschreven. Het gaat over jou en hoe jij over jezelf denkt. En aangezien jij als persoon de basis bent van een relatie met een ander, is het ontzettend belangrijk om een idee te hebben van wie jij bent. We hebben heel erg de neiging om vooral naar de ander te kijken eh, of ons aan te passen, zodat we zo leuk mogelijk voor de ander zijn. Maar op het moment dat je dat doet, dan sta je op een gegeven moment met je rug tegen de muur. En kan je jezelf helemaal niet zijn? En het is zo verschrikkelijk belangrijk, juist in een, in een gelukkige, liefdevolle, fijne, gelijkwaardige relatie, om echt goed te kijken naar wie ben jij nou als persoon? Wat heb jij nodig? Wat zijn jouw behoeftes? Wat zijn jouw verlangens? En een gevoel van eigenwaarde, dat beschrijft in eerste instantie um, het gevoel. Dat jij vindt dat jij waard bent. Dat jij het waard bent om liefde te ontvangen die onvoorwaardelijk is. Dat jij het waard bent dat jij een partner hebt die jou steunt, ongeacht wat er gebeurt. En we zien daar vaak dat mensen een, een, een positief gevoel van eigenwaarde hebben of een, lege, een, een negatief gevoel van eigenwaarde hebben. En. Een beetje de vraag die je je daarbij kan stellen is, um, nou ja, verwacht jij dat jij een partner hebt die jou steunt en die jou niet zal belazeren? Of heb je misschien het gevoel dat het wel heel erg logisch is dat een partner uiteindelijk weer bij je weg zal gaan? En de basis van jouw gevoel van eigenwaarde wordt binnen het eerste vier jaar van jouw leven ge gebouwd, gecreëerd. En dat noemen we ook wel hechting. De hechtingstheorie, of op zijn Engels, want heel veel mensen kennen het toch op zijn Engels, is de attachment theory. En hechting begint al bij de geboorte van een kind en eigenlijk zelfs nog tijdens de zwangerschap, dus de negen maanden daarvoor. En het gaat over het proces van de manier waarop ouder of verzorger en het kind continu met elkaar in interactie zijn. En hier begint, beginnen de eerste betekenisvolle relaties voor het kind. Welke de basis zullen vormen voor alle relaties die iemand de rest van zijn leven zal aangaan. En daarbij zijn drie dingen heel erg belangrijk: namelijk de beschikbaarheid van de ouders of de verzorgers, het sensitief en adequaat reageren van de ouder of verzorger op het kind en de mate waarin de ouder of verzorger zich kan inleven in het kind. Het klinkt misschien heel ingewikkeld. Maar het gaat erover in hoeverre mocht jij als kind huilen en werd jij getroost? Mocht jij als kind ervan uitgaan dat je ouders terugkwamen op het moment dat ze weggingen? In hoeverre konden jouw ouders jou troosten op het moment dat je verdrietig was? Of werden jouw ouders misschien wel, of jouw verzorgers misschien ook wel verdrietig op het moment um, dat jij verdrietig was en zorgde het dus voor heel erg veel stress? In hoeverre heb jij geleerd als kind dat er onvoorwaardelijk van jou gehouden wordt? En heb jij meegekregen dat jij op jezelf mag vertrouwen? Dat jij stappen mag nemen, de wijde wereld in, en dat ze je niet voortdurend behoeden voor al het gevaar dat er is? Of dat ze je niet continu vertellen dat je het toch niet kan? Of dat ze je niet continu vertellen dat je op niemand kan vertrouwen? Nou, en aan de hand. Van deze drie dingen um, verlopen de eerste jaren uh, ja, op een, juist op een veilige manier of op een onveilige manier. En dat wil zeggen dat jij op een veilige manier gehecht raakt of op een onveilige manier gehecht raakt. En daarmee, een soort van heel simpel zwart-wit gezegd, leer jij dus voor de rest van je leven, mag jij, ben jij het waard? Om van te houden? En wat mag jij hierin verwachten van de ander? En de gehechtheidstheorie omschrijft dan ook de emotionele interactie tussen ouder of kind en de, uh, en de verzorger. En dat gaat over het effect en de emotieregulatie. Dus dan al wordt bepaald hoe de rest van je leven jij zal reageren op situaties die stress veroorzaken. En je kan je voorstellen dat op het moment dat jij aan het daten bent of in een relatie zit en jij bent iemand die onveilig gehecht is, dan kan dat voor heel veel spanningen zorgen. Want dan kan dat ervoor zorgen dat jij heel erg afhankelijk wordt van de ander. Dat jij de ander heel erg nodig hebt voor bevestiging. Dus het is heel goed om voor jezelf in kaart te hebben, hoe ben ik nou gehecht? En wat kan dat nou voor impact hebben op hoe ik nu in relatie staan op de op de verlangen en de behoeften die ik nu heb. Nou, mocht je er nou meer over willen weten, want we kunnen daar uren over praten. Ik heb er een stuk over geschreven in mijn boek De Relatie APK. En uiteraard op het moment dat jij denkt, hey, ik moet hier iets mee, want ik heb hier last van binnen mijn relaties, dan zou ik je absoluut aanraden om daar met iemand uh, mee in gesprek te gaan en aan het werk te gaan. Want hoewel het zo is dat de basis in die eerste jaren gelegd wordt, is het niet dat dat is wat jij kan. En dat dat echt alleen maar is hoe jij de rest van je leven relaties gaat vormen. Want ja, het is een stukje basis, maar op het moment dat jij onveilig gehecht bent en dus nooit hebt geleerd om op anderen te mogen terugvallen of nooit hebt ervaren om onvoorwaardelijke liefde te hebben, op het moment dat jij dan bijvoorbeeld een partner treft die jou dat wel kan geven, dan kan het heel goed zo zijn dat ook jouw manier van hechting toch een stuk veiliger gaat worden. En ondertussen hebben we ook de resultaten van de survey terug. En de vraag was daarbij: ik ben tevreden met hoe mijn profiel eruit ziet. En het is een oprechte weerspiegeling van wie ik ben. Nou, daarbij zegt 90% ja. En 10% zegt van niet. Nou, dat denk ik dat dat een hele mooie. Um, respons al is, dat 90% eigenlijk al het gevoel heeft, ja, dit is wel echt wie ik ben en wat ik wil uitstralen. Dan ben ik benieuwd dat als je dit allemaal hoort uh, en meekrijgt vanavond, of je dan uh, toch nog wat aanpassingen gaat doen. Maar als het niet zo is, dan is dat alleen maar heel erg fijn. En dan hebben we het, uh, het zelfbeeld. Ja, dat is ook wel een interessante, want ik ben heel erg benieuwd heeft iedereen een beetje een, een, een goed en realistisch zelfbeeld. En je zelfbeeld beschrijft letterlijk het beeld dat je van jezelf hebt. En het is voor een zeker een heel groot gedeelte gekoppeld ook aan je hechtingsstijl. Want op het moment dat jij heel veel te maken hebt gehad met afwijzing... is, het, is de kans heel groot dat je dit gaat in het internaliseren. En dat jij dus ook het gevoel krijgt dat jij... Het niet waard bent. Dat jij uh, inderdaad afgewezen zou moeten worden. Terwijl op het moment dat jij altijd heel veel bevestiging hebt gekregen. en ook het vertrouwen hebt gekregen dat jij dingen zelf kan aanpakken. Nou, dan is de kans groot dat jouw zelfbeeld een stuk positiever zal zijn. Als jij opmerkingen altijd hebt gekregen over hoe jouw lijf eruit ziet. of um, hoe jouw denkniveau is en wat jouw capaciteiten daarin zullen zijn dan is de kans heel groot dat jouw zelfbeeld gewoon wat minder stabiel is of wat minder positief is. Terwijl als jij altijd hebt gehoord oh, dat je kan vertrouwen op jezelf, dat je intelligent bent, dat je in het waard bent, dan zou je een veel positiever zelfbeeld ontwikkelen. En zie jij jezelf dan als een sterk persoon, iemand die er mag zijn? Of zie jij jezelf als een introvert persoon of juist een heel uitgesproken persoon? Vervolgens hebben we ook nog het stukje zelfvertrouwen en dit ligt in het verlengde van durf jij op jezelf te vertrouwen. Straal jij rust uit. Kan jij van jezelf op aan en durf jij risico's te nemen? Kan jij jezelf de bevestiging geven dat je een leuk persoon bent? Of heb je die bevestiging van een ander nodig? En als jij merkt van, dat je die bevestiging van een ander nodig hebt, hoeft dat niet per se. Iets iets vervelends of lastig te zijn. Um, want in essentie is dat natuurlijk ook wat we heel graag verlangen van een partner. Dat onze partner ons bevestigt. Dat we een leuk persoon zijn, dat we het geliefd zijn, dat we gelijkwaardig zijn, dat ze respect voor ons hebben. Dus dat is ook een deel misschien wel van de verantwoordelijkheid die een partner heeft, of wat je daar wel echt wel van mag verwachten. Maar als jij voortdurend bevestiging nodig hebt van jouw partner, en voortdurend moet horen. Dat je er aantrekkelijk uitziet, om zelf maar een idee te hebben dat je er aantrekkelijk uitziet. Of continu maar horen dat de ander van jou houdt. En als het een dag niet gezegd wordt, dat je dan het gevoel hebt alsof jullie liefde op, op, op losse schroeven staat. Ja, dan wordt het wel ook wat lastiger. Want dan leg je ook wel een hele grote druk bij je partner neer. Dus bevestiging krijgen van je partner is onwijs fijn en ook hartstikke nodig. Maar het is daarnaast ook belangrijk dat jij zelf in staat bent om, dat, om jezelf die bevestiging te geven. Dat jij er ook mag zijn, dat jij een leuk genoeg persoon bent. En jezelf af en toe ook een complimentje mag geven, zonder dat je deze van je partner nodig hebt. Nou, en op het moment dat je dus wel in ieder geval voldoende zelfvertrouwen hebt, als je dat kan, dan kan je waarschijnlijk ook veel meer genieten van de complimentjes en bevestiging van je partner. Um, we krijgen ondertussen ook allemaal, uh, allemaal vragen door. Daar ga ik een aantal van nu ook bespreken. Een aantal ga ik tijdens de Q&A bespreken. Um, we hebben van jullie ook al een aantal vragen gekregen toen jullie je registreerden. Die vragen ga ik ook beantwoorden. En de eerste vraag daarvan hier is um, van Helen. En die vraagt, hoe weet ik nou wat ik moet schrijven in mijn profiel? Nou, bij deze hebben we dus even pen en papier nodig. En ik wil dat je drie karaktereigenschappen opschrijft die je mooi vindt aan jezelf. Waar je bewondering voor je hebt. Dus drie karaktereigenschappen. En schrijf ze vooral straks op. En schrijf nu vooral even alleen op dat je drie karaktereigenschappen op moet schrijven. En vervolgens ook namelijk drie steekwoorden um, voor wat voor eerste indruk jij op een ander wil achterlaten. Dus als iemand langs jouw profiel gaat, welke drie woorden wil jij dan dat in de ander opkomen? Dus die drie streekwoorden over die eerste indruk. Dus bedenk dat straks gewoon eens even voor jezelf. En datgene dat je hier opschrijft, kan namelijk al de basis zijn van wat jij in jouw profiel schrijft. En dan ben ik dus heel benieuwd of die 90% van de mensen die aangeven dat ze blij zijn met wat, hoe hun profiel eruit ziet en dat het een oprechte weerspiegeling is van wie ze zijn, Dan ben ik heel benieuwd of die daar dan nog wat aan kunnen toevoegen met die drie steekwoorden en met die uh, drie karaktereigenschappen. Damien die uh, vroeg: wat nou als ik geen idee heb of mijn profiel wel over mij gaat? Nou, mijn. Grootste advies is daarbij altijd, en dat gaat zowel over de foto's als over de tekst. Vraag iemand die jou goed kent, of het nou een vriend, een vriendin, een familielid, een collega is. Vraag aan diegene om even mee te kijken. Want over het algemeen, als we het over onszelf hebben, hebben we de neiging om um, nou ja, wat bescheidener te zijn. Hè? En dat als we het over iemand anders zouden beschrijven, dan kunnen we daar vaker hele positieve karaktereigenschappen aan, aan, aan toeschrijven. En naar onszelf toe hebben we daarin toch een beetje moeite. En juist in deze kan het zo mooi zijn als een, als een bekende van jou, iemand die je vertrouwt, jou net eventjes wat meer positieve karaktereigenschappen kan toegeven. En dat je dat dus ook kan verwerken. En dat is misschien een beetje lastig, omdat je het gevoel hebt dat je nou ja, daarmee misschien een beetje arrogant overkomt. Maar toch heb je, we hebben we van onszelf vaak echt een ander beeld dan dat onze vrienden hebben. En daarin zijn we dan toch vaak of te bescheiden, of uit onhandigheid gaan we onszelf overschreeuwen. En dat is iets wat je eigenlijk wil voorkomen. Binnen je profiel is het ook ontzettend om... Authentiek te zijn, zodat jouw profiel opvalt en dat je niet weer het zoveelste profiel bent dat voorbij komt, en dat je iets uitstraalt wat anderen niet doen. Nou, en als je dus die combinatie hebt van jouw karaktereigenschappen, die dingen die voor jou belangrijk zijn binnen een eerste indruk. en je gooit daar ook nog een vleugje van de invloed van, van een bekende, een vriend of familielid overheen, dan heb je in ieder geval jouw unieke combinatie. Van woorden, van eigenschappen die je in je profiel kan neerzetten. Nou, en het is daarbij ook belangrijk dat je vanuit rust en vertrouwen um, je, je, je profiel vormgeeft. En het idee dat jij leuk genoeg bent om de liefde te vinden via Lexa. Een grote valkuil van het online date is namelijk dat we te snel genoegen nemen met iemand, He, iemand maakt contact. Het, het lijkt in principe helemaal leuk. Jullie gaan op date en het klikt gewoon. Um, maar vervolgens hebben we toch een beetje de neiging om blij te zijn met het, iemand, het feit dat er iemand beschikbaar is. In plaats van onszelf af te vragen: hé, hey, maar zijn we, zijn we echt verliefd op deze? Vinden we deze echt leuk genoeg om een relatie mee aan te gaan? Dus neem geen genoegen met iemand. Maar wees er echt van overtuigd dat jij diegene leuk genoeg vindt. En vraag jezelf ook eens af: zou jij zelf door jouw profiel getriggerd worden? Zou jij zelf naar jouw eigen profiel blijven kijken? En waarom? Of waarom niet? En probeer daar dan wat te doen. Wees gewoon een beetje kritisch daarin. We krijgen een aantal vragen uh, binnen. Weet dat je ook vragen kan blijven stellen tijdens de chat. Um, Somaya stelde de vraag: Hoe zorg je ervoor dat je zelfvertrouwen uitstraalt, maar niet onrealistisch of arrogant overkomt? Nou, en een onrealistisch beeld of een arrogant beeld, dat wordt vaak gecreëerd omdat we onze onzekerheid willen uh, compenseren. En daarin gaan we juist overschreeuwen. En dat is iets wat ik natuurlijk net ook al eventjes aangaf. Dat is iets wat we de neiging hebben dat op het moment dat we onze onzekerheden niet willen tonen, dan gaan we overschreeuwen. En over het algemeen is dat een hele onaantrekkelijke eigenschap. Dus daar waar je iets probeert te doen om juist op te vallen, om juist aandacht te krijgen van anderen, heb je het risico dat dat juist het tegenovergestelde effect heeft en dat je mensen er juist op afhaken. Dus blijf bij jezelf. En om te voorkomen dat je dus die onzekerheden gaat compenseren of overschreeuwen, zou ik je willen vragen uh, om er even een papier erbij te pakken en drie dingen op te schrijven. Het mag dus later waar jij onzeker over bent. En als jij die drie punten hebt, dan wil ik je vragen om na afloop van dit evenement, om vanuit een liefdevolle vriend of vriendin naar deze punten te kijken en jezelf te voorzien van een reactie, hoe zij zouden reageren hierop. Dus, anders gezegd, die dingen waar jij onzeker over bent en jij opschrijft. Um, als een vriendin deze punten zou opschrijven, of een vriend of een familielid. Hoe zou jij daar dan op willen reageren? Want we hebben altijd de neiging om naar een ander toe heel veel compassie te hebben en heel liefdevol te zijn en heel veel begrip te tonen. Maar naar onszelf toe vergeten we dat nog wel eens. En zijn we dus gewoon een stuk harder, een stuk kritischer. Dus bedenk je daarbij drie dingen waar jij onzeker over bent om vervolgens vanuit een liefdevolle blik hiernaar te kijken. En wat zou een liefdevolle vriend, vriendin, wie dan ook, daarover zeggen? Zou die inderdaad zeggen: Ja, het is terecht dat je daar onzeker over bent? Of zou die jou misschien wel gerust kunnen stellen, kunnen troosten, van een beetje liefde voorzien? Remco vraagt: Hoeveel van jezelf toon je als je elkaar nog niet kent? Nou, en daar komt een stukje kwetsbaarheid om de hoek kijken. Heel veel mensen associëren kwetsbaarheid met uh, zwakte, met negativiteit, met drama. Terwijl, kwetsbaar zijn is gewoon het tonen van stukjes van jezelf. We hebben er met de jaren een onwijs negatieve interpretatie van gekregen, namelijk dat je dan moet huilen. Dat je dan angstig bent, dat je fragiel bent, dat je zwak bent. Terwijl als het gaat om kwetsbaar zijn, gaat het ook om die momenten waarin je intens gelukkig bent. Waarin je heel enthousiast bent. Waarin je heel erg aan het lachen bent. Want als die momenten er zijn, als die kwetsbaarheid daar is, gaat het erover dat je de reactie van de ander, de onzekere reactie van de ander moet kunnen verdragen. Dus op het moment dat jij uitspreekt dat jij ergens bang voor bent, dan stel je je kwetsbaar op, want jij toont een stukje van jezelf en je weet niet hoe de ander zal reageren. Want de ander kan troostend reageren, maar de ander kan ook afwijzend reageren. Nou, dat is waar kwetsbaarheid om gaat. Het tonen van een oprecht stukje van jezelf en het kunnen verdragen. Van de onzekerheid van het antwoord van de ander dat je niet weet wat de ander daarop gaat zeggen of doen daarvan kan het dus inderdaad gaan over dat je deelt over je angsten of dat je uh, vertelt dat je verdrietig bent dat je vertelt over je onzekerheden maar het gaat ook over het stellen van grenzen waarbij jij niet weet of de ander zich aan die grens houdt het gaat ook over onwijs moeten lachen om een grap en dan maar hopen dat de ander de grap ook grappig vindt. Want stel je eens voor dat jij onwijs aan het lachen bent om iets of onwijs aan het genieten bent van een bepaald moment. En dat de ander dan zegt. Ja, vind je het leuk? Nou, ik snap niet waarom jij nou zo blij bent. Dan zal je merken dat jij net zo gekwetst bent als wanneer jij over je onzekerheden of je angsten vertelt. Dus kwetsbaarheid gaat niet per se over iets. iets. Nou ja, dramatisch over zwakte, over angst, over verdriet. Het gaat letterlijk over het stukje, tonen van stukjes van jezelf. En als je het dan hebt over hoeveel toon je van jezelf als je elkaar niet kent, dat is in eerste instantie heel erg afhankelijk van hoe erg jij comfortabel bent met jouw eigen kwetsbaarheid. In hoeverre ben jij comfortabel in het tonen van stukjes van jezelf, in het delen van dingen van jezelf. Want op het moment dat jij daar heel comfortabel mee bent. En eigenlijk ook wel het kan incasseren op het moment dat iemand daar een afwijzende of, of, of lelijke opmerking op maakt. Ja, dan zal het überhaupt minder kwetsbaar, wellicht voelen voor je. Maar zal je er ook wat minder last van hebben op het moment dat er op die manier wordt gereageerd. En dan ben je misschien ook wel wat geneigd om meer eerder kwetsbaar op te stellen. Omdat jij voor jezelf weet: ditgene wat ik zeg, dat voelt goed en dat mag ik zeggen. Ongeacht wat de reactie van de ander is. Maar op het moment dat jij daar zelf heel erg veel moeite mee hebt, dan zou ik je alsjeblieft in ieder geval willen vragen om het alleen te doen bij iemand die ook al heeft laten zien dat hij het waard is. Dat iemand laat zien dat hij graag jou beter wil leren kennen. Want uiteindelijk is kwetsbaarheid wel echt een voorwaarde om een verbinding met iemand aan te gaan. Want letterlijk, als ik mijn hart gesloten hou en ik deel niks. En de ander um, deelt ook niks, ja, dan, dan krijg je ook geen verbinding. Terwijl als ik iets over mezelf deel en een stukje van mijn hart gaat open, en de ander die reageert daarop ook met een stukje kwetsbaarheid of in ieder geval een liefdevolle reactie, hé, hey, dan staat ons hart een beetje open. Dan kunnen we die verbinding aangaan. Dus in die end is die kwetsbaarheid nodig om die verbinding aan te gaan. Maar je mag jezelf, moet jezelf. Daar wel echt in beschermen. Want een risico kan ook nog zijn dat jij van alles over jezelf vertelt en dat de ander het eigenlijk een beetje grensoverschrijdend ervaart. Want de ander kent jou helemaal nog niet zo goed, of de ander heeft daar helemaal niet om gevraagd. En dan zien we dit niet meer zozeer als kwetsbaarheid, maar meer als oversharing. Dus het te veel delen van jezelf. En ook daar mag je jezelf en de ander in beschermen, want het kan heel grensoverschrijdend zijn. En ook wel eens overweldigend. Nou. Diane vraagt hoe maak ik mezelf nou aantrekkelijk? Eigenlijk is alles wat we hier net hebben besproken, daarvan nog toepassing. Want het gaat over wat straal je uit. En bedenk voor jezelf. Wat is nou aantrekkelijk zijn? Gaat dat over, gaat dat over uiterlijk? Of gaat dat ook over zelfvertrouwen? Gaat dat over rust? Gaat dat over. Um, alles wie jij bent als persoon. Want ik kan me heel goed voorstellen, zeker op het moment dat je foto's ziet van iemand, dat het uiterlijk daar een belangrijke rol in speelt. Maar hoogstwaarschijnlijk kan iedereen daardoorheen prikken door een mooi plaatje op het moment dat het niet conform het profiel is. Als daar niet ook dat stukje zelfvertrouwen en rust in terugkomt. Dus Wees je ervan bewust dat aantrekkelijk maken gaat over hoe zit jij zelf in je, in je vel. Ben je blij met jezelf? Vind je het jezelf waard om de liefde te vinden? En het gaat dus niet alleen maar over dat uiterlijk. Dan heb ik vervolgens nog een laatste opdracht bij deze. Schrijf hem vooral op of doe het niet, maar ik kan me voorstellen dat je er wat aan hebt. Namelijk, wat wil jij bij het profiel van een ander zien? Dus, wat wil jij bij het profiel van een ander zien? Wat zou een ander aantrekkelijk maken voor jou? Om maar eens even op terug te komen, te vragen, ja, maar wat is aantrekkelijkheid nou? Dan ga eens voor jezelf bedenken, wat zou een ander aantrekkelijk maken? En hoe kan je dit vervolgens naar jouw profiel omzetten? Dan gaan we nu naar de keywords van dit gedeelte. Neem er de tijd voor en zorg dat de indruk die je als eerste achterlaat er eentje is waar jij je zeker over voelt. Denk na over de foto's die je plaatst en vraag iemand in je omgeving om met je mee te kijken en dit scheelt eigenlijk ook voor de tekst die je schrijft. En blijf bij jezelf. Dat is namelijk ook de persoon waar ze uiteindelijk mee op date gaan. Dus is het wel eigenlijk wel zo, zo eerlijk om gewoon een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van jezelf. Dan gaan we nu door naar het tweede, het derde gedeelte.